Een rechtszaak over de invoering van reclamebelasting in Hees is gewonnen door de gemeente Bernhezen. Ondernemers uit een gedeelte van het centrum moeten de belasting sinds 2 jaar betalen. Een ondernemer, Rob Hermes, is daar falikant op tegen. 2 jaar geleden werd de invoering van de belasting goedgekeurd, maar dat gebeurde slechts met toestemming van een kleine meerderheid. Hermes bleef zich ertegen verzetten en maakte dus zelf de gang naar de rechter. Zonder succes, want hij kreeg op geen enkel punt gelijk. De gemeente Bernhezen gaat de invoering van de reclamebelasting de komende tijd evalueren. De gemeente verwacht niet dat de tegenstemmers daardoor ineens een andere mening krijgen, maar hoopt op meer begrip.